Na 3 dagen Eurosonic is het tijd voor Noorderslag. Vanavond checken we de Nederlanders. Jansen is? Ja, okay. Bij Beste Zangers had ik die gezien. Dat klopt. Ja. Maar jij kende Floor Jansen dus niet, of wel? Nee, ik kom hier alleen maar voor alcohol, gezelligheid en voor mijn leest. Ja, het is wel jammer dat ze niet aanwezig was. Nee, dat is best wel ruk. Ja, jammer hè, dat ze gewoon niet even... Ik dacht het doek van naar beneden, bam, daar staat ze, live optreden. Daar stond niemand. Dat je wilde niet in kroegen, je wilde het in één keer groots aanpakken. Ja. Nou, volgens mij is dat nu best wel gelukt, toch? Ja, uiteindelijk inderdaad wel. De aanhouder wint. Ik wilde gewoon niet een soort van halfbakken iets laten zien. Ik wilde heel graag een afproject presenteren. En dan hopelijk daarmee gewoon wat naamsbekendheid krijgen. En dat gaat nu best wel steady, ja. Ja, want je bent ook 3FM talent geworden. Hoe ben je daar zo allemaal verzeild geraakt? Nou, ik heb het geluk gehad dat ik een platencontract heb mogen tekenen in het begin van dit jaar. En dat heeft een hele hoop deuren geopend. En je bent geboren in Utrecht, zag ik. Je hebt daar op het conservatorium gezeten. Ja klopt. Ja. En je bent nu een paar jaar afgestudeerd, toch? Nou, onderhand al 2015. Dus echt al bijna 5 jaar. Bijna 5 jaar. Want als je al een paar jaar bent afgestudeerd, had je niet af en toe, dacht je niet, de moed zakt me in de schoenen, het is al zo lang geleden, ik ben afgestudeerd, wanneer lukt het nou? Ja, dat allemaal. Ik heb gewoon echt mijn best gedaan om door te blijven gaan en door te en bijbaantjes in horeca en allemaal dat soort dingen, ellende. Maar ja, gewoon door blijven gaan, want uiteindelijk is dit mijn droom en is dit wat ik wil doen en ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ik het goed kan. Ja. Wanneer speel jij hier met je bandje? Nou, wij spelen vooral covers. En dat is niet helemaal de bedoeling op Noorderslag. Hoewel we natuurlijk ook wel eigen muziek maken, maar heel weinig. Dus ik ben op Noorderslag gewoon heel erg graag gast. Ja. Niet als artiest over 5 jaar? Oké, laten we dat doen. Is goed? Dus over 5 jaar zien we jou hier? Over 5 jaar? Nee, dat duurt me te lang. Over 2 jaar. 2 jaar, is goed. Maar dan is dit een afspraak. Welke band? Nee, gewoon mijn eigen band, met de Fomenties. Met de Nederlandse tak daarvan heet dan FM. Ja. Dus met FM van de Fomenties over 2 jaar. Eerste live optreden met band, zang erbij, toetsen. Meteen eerste, dus meteen Noorderslag, wat echt super vet is, want het is echt bizar. Hoe dan? Ja, geen idee. Ja, ik werd gevraagd, dus het was echt super tof natuurlijk. Want zeker voor iemand die het nog niet eerder heeft gedaan, ja, het is gewoon echt super vet. En vooral omdat er ook niet heel veel elektronische acts zijn, is het toch gewoon top dat ze dat gewoon willen. Ja, ik probeer altijd wel gewoon mijn eigen stijl te doen en ook gewoon
gewoon iets nieuws te brengen aan de tafel. En dat is ook de reden waarom ik voor een live show heb gekozen in plaats van een DJ-set. Wat heel veel van mijn soort kaliber artiesten eigenlijk doen. En ja, zo kon ik mezelf ook echt gewoon expressen eigenlijk. Ja. Ja, want je had het over je eigen stijl. Wat is die stijl precies? Ja, het is gewoon eigenlijk elektronisch met heel veel organische instrumenten erin eigenlijk. En dat probeer ik wel gewoon energiek te houden. Met zangeres. Ja, nee, klopt inderdaad. Ja, Molly is, ja, is gewoon echt een super toffe zangeres. En is wel grappig eigenlijk. Ze is trouwens hier, dus we kunnen haar vragen. Hey Molly. Molly, kom hier. Hey. Hey, hi. Wow, what a spontaneous act. So this is the first time you're performing together. Yes, it is. It was really fun. I'm really, really happy that I got to be on stage with you. And how did you find each other? Pretty funny actually, because I was at a sushi restaurant with my manager and I heard this song on the radio. I was like, oh, that's pretty sick. I like the vocals. And usually I just Shazam it, and I found Molly and I was like, okay, cool, let me find her on Instagram. And I saw she wasn't like super big, so I was like, oh, she isn't like super crazy big, so I was like, okay, I have to work with it. You wrote the lyrics. Yes, and the song is basically about having the impression that you're never gonna find the person. Like, you know, when you really fall in love with someone and then it ends, you have the impression you're never going to find that person again, that you're never going to be able to fall in love again. I know the feeling. Yeah, that's what the song is about. Tot over 2 jaar, Miranda. Tot over 2 jaar.